Wim van Aanegem, je hebt afgelopen woensdag een boek in ontvangst genomen. God is een Braziliaan. Ik heb het al een beetje zitten lezen. Ik heb het hoofdstuk gelezen van Rivelino. Moeten we even ernstig praten? Vind je het niet overdreven? God is een Braziliaan. Jawel, maar het is een mooie titel. Nee, schitterend. Dus echt, hadden wij ook kunnen bedenken. Ja, toch? Ja. Sterker nog, er zijn een paar spelers van ons die dat ook wel vinden, dat God een Nederlander is, of zijzelf. Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook overdreven. Ja, dat vind ik. Even terug naar Rivelino. In dat hoofdstuk komt hij terug op de WK-wedstrijd van 1974. En dan zegt hij eigenlijk, ja, hard, wij. Maar zij zijn begonnen. Nou, jij liep erbij. Is dat zo? Ja, maar daar is hij toch niet zo oud voor geworden. Om te zeggen, ja, maar hij heeft het gedaan. Of hij was een begenadigde speler. En dan ga je niet op die leeftijd, als je iets moet zeggen, ja, maar zij zijn begonnen. En ik kan me het ook niet herinneren. Ik dacht dat het begon met Zé Maria, de rechtsback. Dat een bal diep gestuurd werd op Cruijff. En hij te laat was en hij met een soort rugbyduik, dat die Cruijff zo naar de grond haalde. Nou was dat niet zo erg, want ik vind ook de Pereira, die overtreding op Neeskens. Die was niet ook, nee, er was helemaal niks eigenlijk. In de loop, als je loopt en er komt iemand in en je bent net van de grond en je glijdt zo, dan lijkt het net of dat je een doodschop krijgt. Nee, het is alleen heel irritant als je vaststaat en er komt er dan één in glijden. Ja, dan kan je enkelbanden of je enkel breken. Scheuren mij, maar even terug naar die wedstrijd. Nederland-Brazilië, zeg maar de halve finale van het toernooi van 74. Jullie reputatie groeide en groeide. Daarvoor 4-0 tegen Argentinië, 2-0 tegen de DDR. Toen kwam die allesbeslissende wedstrijd tegen Brazilië, wat niet meer zo goed was, maar nog wel de regerende wereldkampioen. Wat kan je van die wedstrijd verder nog herinneren? Misschien wel alles, jouw kennende. Jawel, maar ik moet eerlijk zijn, wat jij net zegt. 70 was denk ik het beste elftal wat zij ooit gehad hebben. En daarna hebben ze. Ik zei net ook tegen iemand, ja, dat is even een zijsprongetje. Wij hebben eigenlijk twee beste spitsen van de wereld gehad. Toch? Op dat moment beseffen wij dat ook niet. Later, als je ze ziet en je ziet ze terugbeelden en je ziet ze in het buitenland spelen, denk je, krijg te kaleren. Ja, dit waren wel echt geweldige spelers. Maar als je reëel bent, dat waren ook hele goede ploegen waar ze in speelden. Toch? En de tegenstanders hadden ook hele goede ploegen. Dus dan was het niveau eigenlijk in Nederland ook, vond ik, heel hoog. Van als je dat, die top elftallen in die periode. Maar als je dan die gasten erin ziet weer, dan denk je, en dat was altijd, vond ik altijd geweldig van een Frezen. Frezen vond dat zulke geweldige spelers, dat hij ze nooit een schop gaf. Zoveel respect hadden dat soort spelers toch voor dat soort spelers weer. Dat vond ik, dat blijft me altijd mijn hele leven bij. Ik denk, ja, dat is dan eigenlijk toch wel heel iets moois. Maar dat hebben zij zelf ook bewerkstelligd. Maar om terug te komen op dat 74, vond ik, ja, achteraf, als je van tevoren zegt, jullie gaan winnen van Brazilië, dan zeg ik, je mond zal koekjes eten. Maar als je het later ziet, dan denk je, ja, was niet echt een geweldige prestatie dat je daarvan wint. Want dat was voor mijn gevoel halverwege de eerste helft. En ze kregen wel wat kansjes, maar redelijk duidelijk dat Nederland, als je een goal zou maken, dan is het wel goed. Ja. Dan denk ik alleen dat je dan uit moet kijken dat het dan niet over de scheef gaat. Want dat hebben zij, en dat heb ik later ook gehoord van een van de beste centrale verdedigers die ik ooit gezien heb, Luis Pereira, die zei ook, want hij deed op een gegeven moment dit naar het publiek. Nou, daar ben je toch benieuwd wat dat betekent. Maar hij zegt, wij zitten 3 maanden bijna bij elkaar. Of 2,5 maand. In trainingskamp, bezig met dit. En hij zegt, er komt een land als Nederland. Ja, nooit van gehoord. En
En dan worden wij eigenlijk soms bij vlagen weggespeeld. En dat doet pijn. Nou, en dat kan ik me dan voorstellen. Dat ja, als het, wij in hun situatie stonden, hè, allemaal godenzonen, dan hadden wij er misschien ook een paar een rotschop gegeven, toch? Want dat deed je op clubgeband, deed dat ook regelmatig. Ja, als het nodig was, gebeurde dat wel eens, ja. Ja. Dat, jij kan ook goed onthouden. Ja, nee, ja. Ik weet al die wedstrijden nog. Want, ja, zo'n ander voorbeeld, hoe belangrijk dat kan zijn. Hè? Even teruggaan in de tijd in 1970. Toen Nederland nog niet naar de WK ging en Brazilië zo verschrikkelijk goed was, maakte jij je eerste stappen ook richting wereldtop. Hè? Met Feyenoord was op het moment dat het WK werd gespeeld, Europees kampioen. Had je toen het idee van dat is een niveau dat kunnen we gaan bij, dat kunnen we aan? Ja, maar dat had ik in 70 ook al. Maar ook in 70, eigenlijk is het schandalig dat Nederland zich voor 70 niet heeft gekwalificeerd. Maar dat had altijd te maken met gezeik. Met de clubs. Dan weer een schorsing die. Dan wilde die weer niet spelen. Dan wilde zij niet spelen. Dan kwam die weer niet eraan zetten. Weet je niet. Dus ik heb wedstrijden gespeeld. Met bouwmeester Rees Buiten. Jan Klein-Jan Middenvelder. En goede spelers, maar die andere toppers allemaal, ja, die hadden of geen zin. Of er was weer een conflict met de club, met de KNVB. En als je dan achteraf denkt, daar had Nederland toch ook bij moeten zijn in 70. Misschien waren jullie dan geen wereldkampioen geworden, maar misschien had dat zoveel ervaring opgeleverd dat het in de finale 4 jaar later wel goed zou zijn gegaan. Dat, ja, wat ik denk dat het ons opgebroken heeft, omdat dat we goed speelden. En dat wij dachten op een gegeven moment, we gaan ze voor joker zetten, de finale. De andere helft dacht van, we moeten het vasthouden. En toen voor het eerst kreeg je een beetje een, niet een wrijving, maar wel een elftal. En dat was, kijk, want als je, dat heb je misschien niks met de boek te maken, maar als je gaat denken van die penalty die we tegenkregen, dat Hulsenbein 50 meter kon lopen. En als je alle andere wedstrijden ervoor gaat analyseren, er was niet één speler die 10 of 15 meter met de bal kon lopen. Wat is dat? Zat je er meteen allemaal al op? Dus dat moet eigenlijk, denk ik, wel eens de reden geweest zijn. Dat we op twee gedachten liepen. De een wilde dit en de andere wilde dat. Eigenlijk zeg jij een beetje wat wij, iedereen die wedstrijd gezien hebben, ook wel eens gedacht hebben, als we nou niet in de eerste minuut gescoord hadden, maar pas in de 10e minuut. Zonder die rare actie dat je scoort, terwijl Duitsland na 16, 17 passes de bal nog niet eens geraakt had. Ja. Dan misschien dat idee van, nou, we gaan ze helemaal te kijk zetten, dat was dan misschien wat minder geweest. Misschien wel. Nou, misschien wel. Ik denk dat het wel belangrijk was. Doordat je dan heel snel scoorde. En toen dacht je, nou ja, dat kan ons gebeuren eigenlijk. Toen kreeg Rep nog een levensgrote kans op 2-0. Alleen op de kool af, geloof ik, voor de rust. Dus we denken, ja, toen stond nog 1-0. Kan ik me herinneren. Dan krijg je twee van die kutkoops tegen. Heel even nog terug naar die wedstrijd tegen Brazilië, omdat het nog heel bijzonder is. Het was keihard. Voetbal was toen veel harder dan tegenwoordig. Maar na afloop, hoe ga je dan naar de kleedkamer? Want hier blijft iedereen altijd boos op elkaar. Was dat toen ook zo? Of is het gewoon na 90 minuten weer over? Nee, wat het mooie was, dat er moeten een aantal spelers waren elke keer uitgeloot voor de doping. Nou, en daar zaten dus ook Brazilianen. Nou, en mijn Portugees is net zo goed als mijn Hebreeuws. En mijn Nederlands. Dus, dat schiet niet op. Maar je zit wel elkaar aan te kijken met een bepaald gevoel. Zij wat minder en wij wat vreugdevoller. Maar het respect was er wel. Want er liepen natuurlijk wel hele grote spelers. Die linksback was een Marinho. Dan had je Marinho die centraal speelde met die vriend die ik net noemde. Pereira. Nou, Zé Maria. Dan had je Jair speelde toen nog mee. Maar die was denk ik een beetje. Maar dan had je die Rivelinho. Ja.
En die daarna sliep, waren die Jeju en nog één, die speelde bij Paris Saint-Germain laat. Dus ook waren wel goede spelers, maar niet meer van dat niveau wat 4 jaar daarvoor was. Als je dan bij de dopencontrole zit, waarschijnlijk met een pilsje erbij en jou kennende ook wel met een sigaretje erbij, schat ik zo. Maar wie was de andere Nederlander waarmee je zat? Ja, elke keer werden er 3 uitge... Ja, ik weet het bij God niet. Maar ik was 3 keer de pineut van al die wedstrijden. En ik, terwijl ik al 1 keer in de rust ermee stopte tegen Bulgarije. Maar het maakte in wezen niks uit. Ook mensen van de bank die konden uitgeloot worden. Dus, maar dat was wel het voordeel wat jij net aangeeft. Dat je dan wel heel snel biertjes kan drinken. Want je moet dus gaan plassen. Ja, en in de kleedkamer van Michels. Ja, er kwam geen biertje in de buurt. Maar daar kon je lekker zitten hijsen gewoon.